FC Groningen heeft wat goed te maken na de ruime nederlaag van afgelopen zondag tegen Feyenoord. Dat kan de FC komende zaterdag al doen in de uitwedstrijd tegen Excelsior. Excelsior is een ploeg waar FC Groningen sowieso van moet winnen. Ja, zeker gezien onze kwaliteiten, gezien onze status. Je moet altijd voor winst gaan. We hebben ook denk ik iets goed te maken ten opzichte van onszelf. Het was eigenlijk niet goed genoeg zoals we kunnen voetballen. Dus daar moeten we ook een gedeelte recht zetten. Maar goed, je speelt tegen een ploeg die goed countervoetbal speelt. De ruimte is zeer klein, dus daar moeten wij weer zeer scherp op zijn. Verwacht jij ook dat inderdaad Excelsior jullie het spel laat maken? Ja, goed, dat is een van hun krachten. En moeten zij het spel maken, zijn zij toch minder. Maar ik denk dat we ook toch terug moeten naar onszelf te gaan kijken. We kunnen wat dat betreft veel meer dan we hebben laten zien. Nou, dat hebben we ook laten zien de week hiervoor. Maar het belangrijkste is altijd in de wedstrijd. En zeker in de competitiewedstrijd. Dus we hebben zaterdag weer een kans, weer een mogelijkheid om iets recht te zetten. FC Groningen bereidde zich deze week voor op het kunstgras van het trainingscomplex op Corpus den Hoorn. Om zo te wennen aan de omstandigheden in Rotterdam. Ja, het is toch anders pasen, andere aannames, andere de bal. Glijdt toch iets anders over het gras dan op de markgras. Maar ook gewoon de sfeer, de ambiance, wennen aan de omstandigheden van zaterdag. Faber is nu bijna 2 maanden werkzaam in Groningen. Het bevalt hem goed in het noorden. Iedereen wil graag vooruit, wil graag hard werken, wil zich graag ontwikkelen, wil graag beter worden. Ja, goed, jammer dat we dan afgelopen zondag een minder resultaat hebben gehaald. Maar ik denk als je jongens ook daar de wedstrijd weer ziet, bereid, coachbaar, willen graag zichzelf verbeteren. Kunnen op een goede manier kritisch zijn op zichzelf en dan moeten we erin houden om een lange termijn succes te hebben.